Nu ga ik deze gouden op. Dan ga ik echte krul inzetten. Echte krul? Ik heb opgezoden met de drukke neef. Mijn vader heeft opgezoden met het naam. Nou, doe eens rustig, joh. Niet zo schelden, hoor. Ze weet het op mijn voorhoofd. Oké, daar gaan we. Niet hard knijpen, want dat doet ze hier. Oeh, ja, ja, oh, bijna. Het is wel moeilijk. Dat straks op internet. Ja, op internet. Wie heeft die scheet nou ingelaten, viezerik? Zit hier in de stoel, kan nergens heen, ja? Je zet het steltankje erop en dan glij je hem langzaam naar beneden. Oh. Kijk, oh. Oh. Ja, ziet hem. Geweldige krul. Kijk dan. Ah, is een geile brandine. Dat was maar een intens momentje. Ik ben gewoon helemaal wat dichtgeklapt. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen, hoor. Jeetje. Nu zie je nou in mijn nek, nu zie je nou in mijn nek, nu zie je nou in mijn nek. Deze corona van deze geile kappen. Nee, nee liever niet. Doe maar 1,5 meter afstand. 1,5 alsjeblieft, opzouten, blijf maar van me af. Dit is gedwongen, hè? Dit is niet vrijwillig in ieder geval, dat jullie het even weten. Ik zit hier niet vrijwillig. Ik ging met slagen en stokken en fakkels en hooivorken. En nu zit ik hier, pijn te lijden. Ziet, de laatste krul wordt erin gezet. Nu echt even verstraald een beetje jongens kijken en zo. Ga je mee dan? Jij valt ook op jongens, toch? Ik ook van de Gmails. Gmails? Gmails. Wat zijn Gmails dan? Hele speciale vrouwtjes. Speciale vrouwtjes. Wil je ook nog een make-upje doen of? Nou, ik begin zo even met de foundation wijken. Om die lelijke vlekken van je spoedkop over te krijgen. Ben je me nou lelijk? Weet je, geile gozers. Daar gaat het om. Oh. Ja, dat is waar, ja. Ogen dicht, schatje. We lakken aan elkaar, man. En wat vinden jullie er tot nu toe van? Sexy and I know it.